Shishma Bisisser is voorzitter van de BOVC en dat zijn de boothouders van Kommerwijnen. Zij gaat voor transparantie. Het ministerie voor Openbare Werken, Transport en Communicatie die heeft er onlangs een schrijven gericht waaruit blijkt dat er wat onregelmatigheden zijn geconstateerd bij het uitbetalen van subsidies. En dan gaat het wel om uitbetaling van subsidies voor wat betreft de periode toen nog de vorige voorzitter aan zat. En Bisisser die geeft aan dat zij als nieuwe voorzitter alles toch wel zo duidelijk mogelijk wil hebben, zo transparant mogelijk wil hebben. Vandaar dat ze heeft geschreven naar het ministerie van OWTNC en ook nog naar het Openbaar Ministerie voor een diepgaand onderzoek. We spraken met Bisisser en zij heeft het volgende gedocumenteerd aan. Doen van een onderzoek, wat heeft u ontdekt als voorzitter? Alvast, de brief is niet alleen naar openbare werken gestuurd, maar ook naar het Openbaar Ministerie. Ik heb gevraagd voor een onderzoek, omdat uit documentatie van het oorbestuur blijkt dat enkele miljoenen SRD niet goed terecht zijn gekomen zoals ze hoorden terecht te komen. Er is sprake hier van staatsoplichting naar mijn vermoedens en daarom vraag ik naar een onderzoek. En hoe heeft u dat ontdekt? Nou, als je de documenten gaat zitten lezen, onderzoeken. Ik heb ook een accountant van buiten afgehaald om te vragen of zaken kloppen. En toen kwam dat naar buiten. En waar bleek dat vooral? Hoe heeft men dat zodanig kunnen klaarspelen dat men het niet kan verantwoorden? Nou, het begint alvast bij de kostencalculatie. Hè. Er is sprake van overfacturering van subsidiemiddelen van het oud-bestuur van de belangenorganisatie. Het aantal liters dat op dagbasis wordt gedeclareerd bij het ministerie van Openbare Werken klopt niet met het aantal liters dat daadwerkelijk gebruikt wordt om te varen over de rivier. Dat is een van de dingen. Een ander is dat, dat de voorzitter zelf samen met zijn secretaris bepaalde wie gelden kreeg en wie niet, zonder dat er sprake is van presentiestaten. Het ministerie heeft steeds gevraagd naar de presentiestaten en het blijkt dat ze achteraf werden ingediend of dat ze niet klopten. Dat is een tweede punt. Mm-hmm. En van wie heeft u deze documenten gehad? Ik heb de helft sowieso gehad van het oud-bestuur zelf en een ander deel is dan eigen onderzoek. Ja. En toen u op eigen onderzoek bent uitgegaan, heeft u toen meer dingen ontdekt? Ja, dus eerste is dat het oud-bestuur gelden ontving van de staat op privérekeningen van de oud-voorzitter zelf. Dat is één van ze. En dat was aanleiding voor mij om verder zaken uit te gaan zoeken. Een ander ding is dat er nimmer is gezegd dat de meeste boothouders die op de trajecten varen reeds al een vaste baan bij de overheid hebben. En ze eigenlijk van 7 tot en met 3 uur op kantoor horen te zitten. Maar waar hun op chef op dat ogenblik niet aanwezig zijn, of die chefafdelingen op dat ogenblik niet aanwezig zijn, daar knijpen ze er tussenuit en gaan ze varen om daarna te declareren voor subsidies. Dus je hebt al een vaste baan, je gaat niet naar je werk waar je al vast wordt betaald en daarna ga je ook nog varen, je maakt daar extra geld, plus ga je nog declareren voor subsidie en dan overfactureer je ook nog. Dus dat zijn wat we noemen zogenaamde spookambtenaren die daarnaast dus veerboothouders zijn. Klopt, een groot deel ervan. Hè. Niet iedereen heeft een vaste baan. Ik heb het dan over die sluiswachters. Er zijn mensen die op straat werken, dus eigenlijk op papier dan de straatbezems. Die mensen die straten bezemen en zo, bermen schoonmaken en technische afdelingen. En dat u als voorzitter nu uw eigen leden zo bespreekt, zullen ze u dat verkwalijken? Ik ga ervan uit wel, want we hebben vorige week een bestuursvergadering gehouden en ik sprak over een schrijven dat door het ministerie van Openbare Werken is gericht naar de belangenorganisatie in juli 2017, waarin het ministerie de belangenorganisatie zelf erop wijst dat er sprake is van afwijkingen in de berekeningen van subsidie. Ze zouden een bedrag van 1 miljoen zoveel gaan storten voor de belangenorganisatie, dat was voor na juli 2017, maar dat is niet gebeurd omdat ze die afwijkingen hebben geconstateerd en dus hebben ze de middelen weer teruggenomen. En
de voorzitter samen met zijn bestuur moest toen gaan verklaren waarom die afwijkingen zijn ontstaan. Maar dat is niet gebeurd, dus de subsidies stopten ook meteen, terstond. Dat is ook de reden waarom er sprake is van achterstallige subsidiemiddelen die gedeclareerd moeten worden bij openbare werken. En deze informatie had ik toen nog niet, toen ik voorzitter werd. Pas na eigen onderzoek. Ja. En heeft u uw voorganger ook hiervan verwittigd, wat u nu allemaal hebt ontdekt? Wat is zijn reactie daarop? Ik heb vaker gesprekken getracht aan te knopen met hem en ik heb hem ook nog uitgenodigd om zaken te verklaren, maar hij is niet verschenen. Ik heb het wel bij een bestuursvergadering aangekaart en ik zei, ik werk hieraan niet mee, want er zijn enkele kanttekeningen vanuit mijn zijde en daarvan heb ik de documentatie, die ga ik dan ook overleggen aan het ministerie van Openbare Werken en Openbaar Ministerie. Ik kan dus niet mee gaan werken aan staatsoplichting. En als we gelden gaan declareren, want dat was de bedoeling van die vergadering op dat ogenblik, dat we alsnog onze kostencalculatie maken om dan te declareren. Ik ga niet meewerken daaraan om datzelfde model te hanteren en mee te doen met diefstal. Want anders ga ik een keertje vastzitten. Stel dat ik mee ga doen en er komt een andere voorzitter, dan gaat die dezelfde dingen ook aantreffen. En hij kan wel zijn integriteit wijzen en hangen we allemaal. Dus sowieso, ik heb al vanaf het begin gezegd, ik sta voor transparantie. Als mocht er iets blijken dat niet correct is, zal ik het aankaarten. En ik hou me aan mijn woord. Dus dit heb ik allemaal geconstateerd. En ik vraag naar een onderzoek. Ik beschuldig niemand. Enig wat ik zeg, dit is gebleken uit documentatie en ik vraag naar een onderzoek. Wat ik ook uit eigen observatie heb gemerkt, is dat stagiaires en toeristen worden uitgebuit op de trajecten. Op de verschillende trajecten, maar sowieso voor een groot deel op Meerzorg, Paramaribo traject. Een passagier hoort 1,75 SRD neer te tellen voor de boot. Maar wanneer stagiaires en toeristen langskomen, dan dwingen de boothouders hun om 60 SRD, 70 SRD, 80 SRD neer te tellen voor een oversteek naar de overkant. En deze mensen hebben meestal een fiets. Dus ze dwingen die mensen in een hoek en waardoor ze dan ook geen mogelijkheid meer hebben, omdat ze ook dan vermoeid zijn vanuit Nieuw-Amsterdam gereden naar Meerzorg. Dus ze hebben geen keus, ze betalen dat bedrag en dan steken ze over. Maar in werkelijkheid moet je die toerist maar 1,75 toucheren. En die fiets is ook 1,75, is eigenlijk voor de plaats van een passagier. Dus je vraagt 2 maal 2, 1,75. Maar dat wordt niet gedaan. Het moment dat ze toeristen zien, dan denken ze van, En dan verdienen ze op die manier meer. En dan vind ik toch wel dat het is heel erg oneerlijk om daarna ook nog te gaan vechten voor subsidie. Daarnaast heb je nog mensen die dan wel zijn ingeschreven als transportmiddel op deze trajecten. Maar ze doen tours waarvoor ze bedragen van 8 tot 900 SRD krijgen. En dat mag natuurlijk. Maar dan vind ik van, dan waarom ben je dan oneerlijk? En dan ga je toch nog achter subsidiemiddelen. Terwijl wij hard moeten werken voor onze centjes. En we nergens subsidie krijgen. Dus dat was voor mij de aanleiding om toch stappen te ondernemen. Maar heeft u leden hierop gewezen? Ik heb ze allemaal erop gewezen. En vanaf het begin heb ik al gezegd, als ik iets merk dat niet goed is, zal ik aankaarten. En ik ben een voorstander van reorganisatie. Nou, als ze niet mee willen gaan met de reorganisatie, dan gaan ze natuurlijk ageren. Ik denk dat ze op dit ogenblik al in rep en roer zijn en ik verwacht dat ze dan natuurlijk ook zullen reageren. Maar punt is, ik heb mijn werk gedaan. Maar op de ALV hadden ze niet gereageerd? Ik heb bij een bestuursvergadering deze problemen aangekaart. Dus toen al zag ik dat die leden al hun achterpoten al begonnen te wijzen aan me. Maar ik bleef gewoon bij mijn standpunten. Maar, we begrepen, maar zullen de leden zich juist niet afvragen van, u bent voorzitter van een organisatie, dient u juist niet op te komen voor de belangen van uw leden? Hier lijkt het juist meer dat u ageert tegen uw leden. Nou, ik kom op voor de belangen van de veerboothouders, maar niet ten koste van corruptie en niet ten koste van oplichting. Ik wil het ook doen, maar op een eerlijke manier. Suriname heeft dat nodig. Laten we eerlijk onze zaken doen. En na het onderzoek wil ik zelf de voorzitterschap afgeven. Ik wil geen organisatie leiden die eigenlijk steelt van de regering. En misschien hebben ze nog niet door, maar het zijn hardwerkende Surinamers die belasting betalen. En die middelen komen dan als subsidiemiddelen terecht op het bord van de boothouders die al genoeg verdienen.
Of heeft u ergens gehoord, mevrouw Bississer, dat ze u niet meer lusten? Vandaar dat u met deze informatie buiten komt? Dat weet ik niet. Ik ga niet af op lusten en niet. Ik werk met facts. Hè. Deze vergadering heb ik gehouden vorige week. Het kan zijn dat ze daarna in opstand zijn gekomen, dat weet ik niet. Maar ik hou me niet bezig met geruchten. Ik ga af op facts, feiten. En de feiten zijn hier. En na de vergadering, nu een week verder, wat zijn de reacties van uw leden? Niet de leden van bestuur. Ze zijn sowieso in shock naar mijn weten. Maar inmiddels zullen ze, ik weet het niet. Dan moet je echt bij hun gaan om het te vragen hoor. Maar ik heb ze wel verrast met mijn standpunten. Mm-hmm. En u heeft geen stemmen. U zei u gaat niet af geruchten. Ja. Maar u zegt u bent wel bereid als ze u niet lusten te bedanken als voorzitter. Ik ga zelf de voorzitterschap opgeven nadat het onderzoek is verricht. Dus of ze me nou lusten of niet, ik zal ze wel blij maken door de voorzitterschap op te geven. Maar je had zoveel plannen toen we laatst nog met u spraken. Hoe zit het daarmee? Helemaal. En dat wilde ik allemaal met volle plezier doen. Gelijk terstond toen ik als voorzitter aantrad, heb ik Veerpijn verfraaid. En ik was al begonnen met het opzetten van een kantoor. We hebben zand gezet op de plaats waar we een kantoor zouden bouwen. Ik heb van de DEC van komen we in een toestemming om een kantoor op te zetten, zodat we als een waardige organisatie naar buiten zouden komen. Maar die leden wilden plotseling geen kantoor. Het enige wat ze wilden is geld. Maar als een schrijver van het ministerie mij vertelt dat ik op onderzoek moet uitgaan omdat er afwijkingen zijn geconstateerd, dan moet ik toch wel mijn eigen onderzoek doen. Want als ik ga declareren, moet ik antwoorden geven op de vragen die zijn gesteld. En ik ben een nieuwe voorzitter. Dat heeft gemaakt dat ik op onderzoek ben uitgegaan. En wanneer heeft u uw schrijven gericht aan de minister, maar ook aan het Openbaar Ministerie? Openbaar Ministerie is pas recent. Enkele dagen terug. Ik kan die exacte datum niet meer heugen. Maar met de minister heb ik continu gesprekken gevoerd. Dus de minister heeft al gereageerd hierop? Formeel? Formeel niet. Mm-hmm. Informeel wel. Ik ga ervan uit dat hij alsnog een formele reactie zal geven. Maar sowieso werkt hij mee aan het onderzoek. Bent u, mevrouw Bississer, voorstander van dat de subsidiegelden betaald worden, maar niet aan de organisatie, maar mogelijk op de bankrekeningen van uw leden, zoals men nu ook pleit voor de PLO, de particuliere lijnbushoudersorganisatie. Wilt u ook dat of zegt u nee? Men kan blijven storten op de rekening van uw organisatie. We hebben alvast geen rekening als organisatie. We zouden dat gaan openen. Sowieso ben ik voorstander van dat het ministerie direct gelden overmaakt voor de boothouders. Dat is transparantie. En dat dekt jou ook als voorzitter voor de toekomst. Want niemand kan je gaan zeggen dat je hebt gestolen. Want we zien allemaal wat om ons heen gebeurt als er een leider ergens staat. Dat er met modder wordt gesmeten. Dus alleen, ja, meteen storten voor de boothouders zoals bij de bushouders het geval is. Het ministerie van Volksgezondheid roept medicijnen waarin losartan is verwerkt terug. Een aantal medicijnen waarin losartan is verwerkt wordt verstrekt voor het behandelen van hoge bloeddruk, hartfalen en de bescherming van nieren bij patiënten met hoge bloeddruk en type 2 diabetes. Oftewel suikerziekte. Het ministerie is samen met de lokale medicijnenimporteurs ertoe overgegaan om uit voorzorg medicijnen waarin dit middel is verwerkt terug te roepen. De terugroeping volgt naar aanleiding van het besluit van de fabrikanten en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het college ter beoordeling van geneesmiddelen in Nederland en de Food and Drug Administration, FDA, in de Verenigde Staten. Verontreinigingen van het middel in medicijnen zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend.